The Federal Public Service Social Security, known as the FPS Social Security, has brought together its different services in Brussels in one location. In the past, the services were spread over several buildings. The FPS immediately realized that this was an opportunity to make some radical changes. We wilden een nieuwe manier van werken introduceren, een flexibele werkplek mogelijk maken, overgaan van klassieke telefonie naar IP-telefonie en alle mobiele communicatiesystemen integreren met de vaste. The ICT department of the FPS Social Security installed a cluster of three Cisco communication managers in its data center. This IP telephone exchange ensures the smooth flow of voice traffic. We hebben op alle laptops van onze medewerkers telefoonsoftware van Cisco geïnstalleerd en dan ook een headset meegegeven. Maar voor wie dit verkiest, zijn er ook werkplekken met vaste telefoons. En dankzij IP-telefonie telefoneren collega's gratis onderling en ook naar de kantoren in de regio. Thanks to the new telecommunications system, the public service was also able to install flexible workplaces. There are docking stations on the desks, where staff can connect their laptops and so-called hands-free with their personal headsets. Separate screens and keyboards offer optimal working comfort. And there's more. Met het Novo-programma hebben we onze FOT radicaal getransformeerd. Eigenlijk, Novo is een verzamelnaam van allerlei projecten. En de basisfilosofie die erachter steekt is dat we niet meer aan onze mensen gaan zeggen waar, wanneer en hoe ze moeten werken. Dus we hebben niet enkel massaal in technologie geïnvesteerd, maar ook onze manier van werken aangepast. Bijvoorbeeld, onze mensen mogen nu ook een paar dagen in de week thuiswerken. Dat geeft hen ook een allerlei voordelen, eigenlijk een echte win-win. Ze hoeven niet meer in de file te staan, zij kunnen de treinreis ook achterwege laten en zo hun work-life balance beter in evenwicht krijgen. Tegelijk hebben wij minder kantoorruimte nodig en kunnen we ongeveer 30% van kantoorruimte besparen. Al onze medewerkers hebben een laptop en krijgen gratis een ADSL-verbinding van ons. Via die verbinding over een VPN-lijn kunnen zij op het centrale systeem en kunnen wij het dossier eigenlijk de ambtenaar naar huis laten volgen en hoeven zij zelf niet meer met papier te laten sjouwen. Tegelijk hebben zij ook toegang tot het IP-telefoniesysteem en via de softphone, via de PC, kunnen ze dan gratis bellen naar hun collega's. The public service also linked the software for unified communications to the telephony system. This means that not only is it easier to contact staff, but it's also easier for them to work together. Met Unified Communications kunnen wij zien of een collega beschikbaar is. Dus we kunnen bijvoorbeeld zien of hij thuis is of hier aan het werk. Maar we kunnen ook zien of hij in vergadering is of aan de telefoon is. Dus we gaan hem nooit storen als hij druk bezig is. Daarnaast kunnen wij in onze mailbox ook onze voicemailberichten bekijken en beluisteren. Hallo, dag Lies, met Bart. Ik bel eens in verband met de bestelling van de nieuwe smartphones. Ik wou eens weten of die al waren binnengekomen. The staff of the FPS Social Security have a dual-mode mobile phone, which can connect to the standard mobile network, as well as the wireless network, through one of the 65 Cisco antennas in the building. We kozen voor de technologie van Cisco en voor de diensten van Dimension Data, onder meer omdat zij de enige waren die konden garanderen dat de wifi-gsm's effectief zouden werken. Bovendien konden zij het project opleveren aan een zeer competitieve prijs. Une fois dans le bâtiment, le GSM se connecte automatiquement au réseau sans fil et non plus avec le réseau de l'opérateur GSM. Les collègues peuvent donc s'appeler gratuitement au bureau en utilisant leur GSM. Staff at the FPS have to give their contacts just one number. If there is a call, both the soft phone and the Wi-Fi mobile ring. The staff can then choose which device to use to answer the call. Nous ne devons plus réfléchir sur quel numéro ou quel appareil appeler. Ça fonctionne déjà avec nos GSM Wi-Fi et nous envisageons maintenant d'intégrer nos smartphones dans le même système. Making the dual mode mobile phones operational did take some time, but the pilot project was successful. And the result is impressive. The communications project at the FPS Social Security is one of the most innovative in Belgium, in both the public and private sector. We hebben aanzienlijk geïnvesteerd in technologie en dat was eigenlijk een heel groot budget van publieke middelen. Maar dat hebben we terugverdiend op ongeveer 2 jaar, dankzij de besparingen aan kantoorruimte en onze lagere communicatiekost. Al onze medewerkers kunnen nu beslissen waar en wanneer ze werken. Ze zijn steeds geconnecteerd en ook de samenwerking tussen onze mensen en de verschillende diensten is sterk verbeterd.